Hoi, welkom. In deze les gaan we kijken naar de onderdelen van het hart en hoe het hart werkt. De leerdoelen. Je kunt de delen van het menselijk hart benoemen met hun functies en kenmerken. Je weet wat het verschil is tussen systool en diastool. Je kunt uitleggen hoe harttonen ontstaan. Je weet hoe de hartslagfrequentie of hartritme wordt gereguleerd in het lichaam. Je kunt de samenwerking tussen de sinusknoop, de atriumventrikelknoop en de bundel van His beschrijven. En je weet hoe je een elektrocardiogram, een ECG, moet aflezen en interpreteren. Goed, eerst even de onderdelen van het hart en wat daar een beetje bij de functies is of zijn. Allereerst heb je de boezems. Daar hebben we het vorige les ook al over gehad. Hè. Dat zijn deze twee dingen hier. Je hebt het rechterboezem. Hè. Let op, dit is de rechterkant en je hebt een linkerboezem. En dit is de plek waar het bloed binnenkomt. En daar zitten aders aan vast. Dus aan de boezem zitten altijd aders vast. Aan de rechterkant de onderste en bovenste holle ader. En aan de linkerkant de longaders. Dan heb je de kamers. Die zie je hier, de rechterkamer en de linkerkamer. Dat is de plek waar het bloed weggaat van het hart. En daar zitten altijd slagaders aan vast. Dus bij de rechterkamer heb je de longslagader, die gaat naar de longen toe. En aan de linkerkamer, daar zit de aorta vast, dus die brengt het bloed weer verder naar het lichaam. Nou, dan zie je hier nog van die hartkleppen zitten. Je hebt tussen de boezems en de kamers, het bloed gaat van de boezem naar de kamer toe, daar heb je kleppen zitten. Die voorkomen dat het bloed weer terug kan stromen en je hebt tussen bij de slagaders, bij de kamers naar de slagaders toe, heb je de halfmaanvormige kleppen. Hetzelfde principe, voorkomen dat het bloed hier weer terug gaat. Je ziet trouwens hier van die pezen aan vastzitten, die zitten aan die kleppen vast. Op het moment dat zo'n kamer zich samenperst, dan is die druk zo gigantisch hoog dat als je geen pezen hier aan vast zouden zitten, dat gewoon die kleppen gewoon de andere kant op zouden schieten. En dat is niet goed, dan gaat het allemaal mis. Dus daar zitten pezen aan vast en dat voorkomt in feite dat die kleppen zo meteen door die druk van de kamer per ongeluk richting de boezems op schieten. Nou, dan zijn er twee begrippen die je moet kennen. Systool, dat betekent de samentrekking van het hartspierweefsel. Je hebt de boezemsystool, die brengt het bloed van de boezems naar de kamer. En je hebt de kamersystool, die brengt het bloed van de kamers naar de slagaders. En dan heb je daartegenover natuurlijk de diastool. En dat is de ontspanning van het hartspierweefsel. Op dat moment kunnen de kamers, dan wel de boezems, zich weer vullen met bloed. Dan heb je ook de buitenkant van het hart. Het hart heeft zelf ook zuurstof nodig. Dus je hebt de kransslagader, dat is een aftakking van de aorta, die zie je hier zo lopen. En die brengt zuurstofrijk bloed naar het hartspierweefsel, zodat hij goed kan samentrekken. En dan heb je de kransader, die brengt dan weer het zuurstofarm bloed terug naar het hart. Dus dat komt dan bij de bovenste, dan de onderste ader dan terecht. Ik heb niet zo snel in mijn hoofd, maar in ieder geval, dan komt het wel weer terug in het hart terecht. Dan, Bina's tabel 84D1. Als je deze alvast even erbij pakt, uit je BINAS, want ik ga zo meteen een ander plaatje laten zien, dat is 84D1. Maar dan zie je in ieder geval de samenwerking tussen systool en diastool van de boezems en de kamers. En heel simpel gezegd, op het moment dat dus de boezems samentrekken, dus de systool van de boezems, dan moeten natuurlijk de kamers ontspannen zijn, anders kan het bloed niet zo makkelijk erin stromen. Dus als deze aangespannen zijn, dus als deze samentrekken, dan zijn de kamers ontspannen. Dus dan kunnen die zich vullen met bloed. En op het moment dat de kamers zich gaan samentrekken, de kamersystool, dan zijn weer de boezems ontspannen. Dus de boezemsystool. Dus dan kan het bloed vanuit de kamers naar de slagaders en uiteindelijk van de holle aders aan de rechterkant en de longaders aan de linkerkant kunnen dan de boezems zich weer vullen met bloed. Als we dat weer met dit plaatje of dit filmpje even bekijken. Laat het even op je inwerken. Je ziet dus de rechterboezem en de rechterkamer en de linkerboezem en de linkerkamer. En dan zie je dus hier de samenwerking van de systool van de boezem en dan de systool van de kamer. Maar wat dus belangrijk is, is dus dat op het moment dat de boezem zich samen hebben getrokken, dan is de kamer ontspannen en andersom. En daar
Na is er een heel kort moment dat zowel de kamers als de boezems allebei zijn ontspannen. He, dus dat allebei even niet zijn ontspannen. Dat is dit moment. Goed. Hoe dat zit met dat ECG, daar komen we zo meteen bij. Doordat het dus kort na elkaar de kamers dan wel de boezems zich samentrekken, zullen die kleppen, die klappen op een gegeven moment dicht. En dat geluid kan een arts met een stethoscoop kan die horen. En dat geluid van dat getik, dat worden harttonen genoemd. En aan de hand daarvan kan een arts interpreteren of die kleppen goed sluiten of dat er misschien hartruis is. Dus er komt zo'n ruisachtige toon als die kleppen niet goed sluiten. Dan de hartslagfrequentie. Het hart is een beetje een gekke als het gaat om hoe het wordt aangestuurd door de hersenen. Hoe dat precies werkt ga ik nu niet uitleggen, maar het komt erop neer dat het hart kan in grote mate zijn eigen ritme bepalen. Er zijn natuurlijk wel andere factoren waar ik het nu niet over ga hebben. Maar als je naar het hart kijkt, dan heeft hij zo'n speciaal zenuwweefsel, wat dus de hartslagfrequentie, de snelheid van het hartslag, regelt. Kun je terugvinden in binnenstabel 84D2. Als je hier bovenaan kijkt, dan zie je de sinusknoop zitten. Wordt ook wel de pacemaker, de natuurlijke pacemaker genoemd. Die geeft een impuls af, waardoor de boezems samentrekken, de boezemsystool. En dat impuls wordt doorgegeven naar de atriumventrikelknoop, de AV-knoop. En deze AV-knoop die geeft die impuls weer door naar de bundel van His. Maar er is een bijzondere hieraan. Hij vertraagt een beetje de impuls. Dus eigenlijk gaat die impuls vanaf de sinusknoop gaat hier naar beneden. Maar hij moet even langs die AV-knoop en die vertraagt een beetje de impuls. En dat zorgt ervoor dat natuurlijk de kamers dan ook later pas samentrekken. Want als die tegelijkertijd met de boezem samentrekken, dan werkt het hart gewoon niet goed. Die bundel van His, die verspreidde impulsen over de kamerwanden, waardoor deze samentrekken. Even, hoe ziet dat in de binnenstabel eruit? Hè? Dit komt gewoon letterlijk uit binnenstabel 84D2. Dan zie je dus met een beschrijving wat waar op welk moment gebeurt. Hoef je dus niet uit je hoofd te weten. Even, wat zijn die Purkinje-vezels? Dat zijn gespecialiseerde cellen die ervoor zorgen dat die impulsen veel sneller worden verspreid over het hartspierweefsel. Dus dat het actiepotentiaal veel sneller kan gaan verlopen. Dus dan weet je wat dat is. Wat je hieronder ziet is een elektrocardiogram. Soms staat hij met een K geschreven, dat is meer in de Duitse literatuur, maar meestal staat hij als ECG. Herinner even van het thema regeling dat impulsen eigenlijk kleine elektrische schokjes zijn, met het actiepotentiaal. En dat kun je dus meten. Die depolarisatie en repolarisatie kun je dus meten in een ECG. Nou, hoe moet je dat nou interpreteren? Op het moment dat de boezemsystool plaatsvindt, als de boezem zich samentrekt, dat werd veroorzaakt door een impuls van de sinusknoop. Die zie je hier bij P. Dus je ziet hier een stukje depolarisatie van de sinusknoop. Nou, vervolgens wordt dat vertraagd doorgegeven via de AV-knoop naar de bundel van His. En dan zie je hier dus de kamersystool. Depolarisatie, repolarisatie. Nou, uiteindelijk zie je bij T zie je ook weer de repolarisatie. Nou, en dan uiteindelijk kan het hele circus weer van vooraf aan beginnen. Als je kijkt in binnenstabel 84D3... Dan zie je een heleboel dingen over de bloeddruk waar ik in een andere les een keer over ga hebben. Maar hier onderin zie je hoe je de ECG moet interpreteren. Daar ga ik even op inzoomen. Wat je hier niet ziet, maar wel in je binas als je die openslaat, is dat hier onder dit plaatje, even terug. Hier zit van onder, daar zie je een legenda staan waar precies uitgelegd staat wat er bij P gebeurt, bij Q, R, S, T enzovoorts enzovoorts. Hey, je ziet hier ook weer de harttonen staan, tijd in seconden. Maar op het moment dat je hier dus een vraag over krijgt en je moet daar heel specifiek antwoord op geven, hou dan altijd even binnenstabel 84D3, dus dit plaatje, en binnenstabel 84D2 naast elkaar, want dan zie je precies wat hier, kijk, op welk moment gebeurt en waar in het hart.
Dus uit je bino's kun je heel veel hiervan halen. Nou, wat heeft dat nou hier weer mee te maken? Tenminste, hier zie je dus waar we deze hele les is eigenlijk in dit plaatje of in dit filmpje wel samen te vatten. Dus kijk, even goed, de rechterkant en de linkerkant van het hart is natuurlijk gespiegeld. Bij de boezems komt het bloed dus binnen. Wordt veroorzaakt door de boezemsystool, sinusknoop. Daar kort daarna, vertraagd door die AV-knoop, trekken de kamers zich samen, de kamersystool. En dan wordt het bloed dus de slagaders ingepompt. Ik zal de link van dit filmpje, dit komt namelijk van bioplek.org, zal ik even onderaan in de beschrijving zetten, zodat je er even gewoon een paar minuten naar kan kijken, dan heb je hem wel door. Maar voor de rest, hou vooral echt binnenstabel 84 D1, 2 en 3. Hou dat even in de gaten, hoe dat zit met die bloeddruk, daar komen we in een andere les even op terug. En dan was dat het volgens mij alweer voor deze les. Ja. Mocht je nog andere filmpjes willen bekijken, kijk dan ook op het YouTube-kanaal van Biologie met Joost of het YouTube-kanaal van NG Biologie.